Molukkers in Leerdam zijn positief over de excuses van burgemeester Molkenboer. In zijn nieuwjaarstoespraak bood de burgemeester verontschuldigingen aan voor de manier waarop de Molukkers zijn behandeld nadat ze naar Nederland waren gebracht. Enkele duizenden Molukkers kwamen in 1951 hierheen. De eerste 10 jaar leefden ze onder erbarmelijke omstandigheden. Duizenden Molukkers kwamen in 1951 per schip naar Nederland. Ze hadden in het leger van Nederlands-Indië, het KNIL, gevochten tegen de Indonesiërs en waren na de Indonesische onafhankelijkheid niet meer veilig in eigen land. Eenmaal hier werden ze ontslagen uit het KNIL en ondergebracht in barakken in onder meer de voormalige concentratiekampen in Vught en Westerbork. Dat werd en wordt ervaren als respectloos. En dus is het volgens de burgemeester van Leerdam eindelijk tijd voor excuses. In contacten met de Molukkers en met de Molukse wijk merk je gewoon dat het goed zou zijn indien de regering daar een keer excuses voor zou maken. En zou erkennen dat de situatie destijds echt niet goed was. En ja, dat zou een stuk helpen om er een streep onder te zetten en naar de toekomst te kijken. Erkenning, dat is ook waar het Artouche en Julia Leihitu om gaat. Beiden waren kleuters toen ze met hun ouders in Nederland kwamen. Ze hebben in hun jeugd het lijden van hun ouders gezien en ze zijn dan ook blij met de excuses van de burgemeester. De erkenning. De erkenning, ja, dat mijn ouders, het KNIL-militaire, ja, dat de erkenning van dat ze militairen zijn. Ze denken waarschijnlijk van, goh, die KNIL-militairen, die willen alleen maar geld zien. Geld is niet alles. Want ik bedoel, je wilt ook menselijk behandeld worden. Ook bij de generatie van Artouche en Julia is er nog verbittering. Bijvoorbeeld over de moeite die Julia's vader heeft moeten doen om een pensioen te kunnen krijgen als oud-KNIL-militair. Mijn verbittering is ook het feit dat hij had dat niet hoeven te ondergaan. En niet alleen hij, maar ook al die anderen die dat geprobeerd hebben. En die verbittering zal wel nooit meer weggaan. Het is wel verzacht hoor. Uiteindelijk heeft hij die erkenning gekregen 2 maanden na zijn dood. Desondanks is het volgens Julia niet te laat voor de regering om ook eindelijk excuses te maken. Later dit jaar zijn er in Leerdam nog een foto-expositie en een feestdag om de komst van de Molukkers te herdenken. De burgemeester van Rotterdam is terug op Radio Rijnmond. In navolging van zijn voorganger Opstelten zal Ahmed Aboutaleb vanaf februari maandelijks te gast zijn in het programma Rijnmond Nu. Tussen 6 en 7 uur 's avonds worden onderwerpen uit de actualiteit besproken en kunnen luisteraars vragen stellen. In de gloria. De waarheid ligt op straat, is de gedachte van Ahmed Aboutaleb, die inmiddels al 3 jaar burgemeester van Rotterdam is. Regelmatig zoekt hij de individuele verhalen van Rotterdammers op. Dat doe ik door de straten te wandelen, door in de tram te zijn. Ik wandel ook 's nachts en 's avonds en overdag door de straten van Rotterdam. Je pikt veel van op en ik wil heel graag dat soort dingen ook gewoon met burgers kunnen delen. En daarom wil hij graag maandelijks aanschuiven bij Radio Rijnmond om nog meer in contact te komen met burgers. Er zijn heel veel bestuurders die niet geïnteresseerd zijn in kleine dingen. Omdat het niet sexy is, omdat het niet boeiend is en omdat het maar een probleem is van 1 burger. En ik ben er ongelooflijk juist geïnteresseerd in die individuele vraagstukken van burgers. De Kuip, ja! Alsjeblieft, hij is voor jou. Zo! Ambtenaren en bestuurders zijn volgens Aboutaleb soms te veel geïnteresseerd in cijfers en gemiddelden. U zult maar een individu zijn wat in een wijk woont met een heel goed veiligheidsindex, maar waar je wel beroofd bent. Dan gaat het gemiddelde niet op. Dan is het leed waar je zelf mee te maken hebt toch immens. In de jaren 80 en 90 werkte Aboutaleb onder meer bij de NOS en RTL Nieuws. Hij vindt het dan ook leuk om weer achter de microfoon plaats te nemen en vragen te beantwoorden. Nou, ze kunnen gewoon alle vragen stellen. Makkelijke vragen, moeilijke vragen. Ik heb niet altijd een paraat antwoord. Soms zou ik iets moeten uitzoeken en wil ergens op terugkomen. Maar altijd het eerlijke antwoord. Kan ik jou vragen, is dat de Reggie Blinken? Ja. Oké. Okay. Ja, want soms weet ik het niet zeker. Reggie Blinken. Ga ik het ook in hem vragen? Hey. En wat heeft Reggie Blinken in zijn broekzak? U ziet het later, deze uitzending. Positieve reacties van Somaliërs in Rotterdam over het besluit van het kabinet om kat te verbieden. Volgens verslavingsinstellingen is 10% van de Somaliërs verslaafd aan de Afrikaanse drug. Nederland en Engeland zijn de enige Europese landen waar het gebruiken en verhandelen van kat is toegestaan. Kat zijn bladeren van de Afrikaanse katplant. Kauwen op die bladeren heeft een stimulerend effect.
Kat is verwant aan amfetamine en speed, maar de werkzame stof in de bladeren is veel minder sterk dan in die harddrugs. In Nederland wordt het vooral gebruikt door Somaliërs en vaak op een heel andere manier dan in Somalië. Degene die werkt, hij komt thuis laat en dan gaat hij tussen de familie, tussen in zijn huis. Maar nu, ze hebben zoals coffeeshops, gebruiken ze in gathuizen. En ze gaan de hele dag daar. En ik heb soms een familieleden die gebruikt. Hij is zo mager geworden, hij doet niks, hij werkt niks, hij studeert niet. Dus is vervelend. Ja. En ik vind dat om gat te stoppen, vind ik, is terecht. Did you ever take it? Yeah, I eat before, but now I stop it. Why? Because you can't sleep, you can't eat. It's very dirty to have cat. Somalische dames heb ik nog niet voor de camera gekregen. Ik heb er net wel een aantal gesproken in een buurtcentrum hier. En hun reactie toen ik vertelde dat de Nederlandse regering kat wil verbieden was heel veelzeggend. Er steeg gejuich op. En dat is wel te begrijpen als je hoort wat de nadelige effecten kunnen zijn van kat. Als het middel is uitgewerkt, dan worden mensen vaak lusteloos. Dat betekent dat ze niet meer zoveel doen die dag. De lusteloosheid kan ook weer omgaan in wat gevoelens van depressiviteit, wat somberheidsgevoelens. En bij veelvuldige gebruik kunnen ook paniekstoornissen optreden, kunnen stemmingstoornissen optreden. Mensen kunnen paranoïde worden. Mensen kunnen problemen krijgen met slapen, waardoor ze soms ook weer geneigd zijn om naar de alcohol te grijpen. Ja, dat zijn zaken waar we ons wel zorgen om maken. Bouwman GGZ waarschuwt wel dat verslaafde katgebruikers goed begeleid moeten worden. De belangstelling voor de Vale Rio de Janeiro hier in Rotterdam is groot. En terecht, want het is absoluut het grootste bulkschip dat hier ooit aankwam. Maar voor de eigenaar van het schip, het bedrijf Vale, blijft het hier niet bij. Uiteindelijk moeten er straks 19 van dit soort kolossen over de wereld varen. Een investering van vele miljarden. Overmorgen moet de Vale Rio de Janeiro weer richting Brazilië varen. Dan heeft het schip 386.000 ton ijzererts gelost bij Europoort. Eigendom van ThyssenKrupp, de Duitse staalproducent. Want ook al gaat het economisch minder, de Duitse auto-industrie presteerde vorig jaar goed. Wij blijven nog steeds schepen met ijzererts en kolen ontvangen. De hoeveelheden zijn op het moment wat minder als in de goede jaren. Maar uiteindelijk zal het ook wel weer in de toekomst beter worden dat er meer ijzererts en meer kolen weer naar Rotterdam komen. De omvang van het schip is indrukwekkend. De machinekamer is zo'n 30 meter hoog. En met een lengte van 362 meter en een breedte van 65 meter kan het 400.000 ton droge bulk vervoeren. En ook al werd door het havenbedrijf extra gebaggerd, het schip steekt dan te diep voor de Rotterdamse haven. Dus is er iets minder ijzererts meegenomen. De Vale Rio levert het havenbedrijf 260.000 euro aan haven- en kadergeld op. Slechts 22 man zorgen ervoor dat het schip veilig van A naar B vaart. En wat dat betreft was Rotterdam een test, want door de storm moest het schip 3 dagen buitengaats blijven liggen. What happens is when the weather is bad and when the ship rolls, when she moves like that, the depth of the ship below the water increases. We need a lot of water when we are in rough weather. And entering a channel like the Euro Channel, it has to be done in absolute calm weather. De komst van dit soort schepen blijft een incident, want de Berkenstaal, 25 jaar lang het grootste bulkschip ter wereld, hervat binnenkort weer zijn vaste verbinding op Rotterdam. Het schip is nu onderweg naar Brazilië vanaf een Chinese werf waar ze een grote dokbeurt heeft ondergaan. Om weer voor de komende 5 jaar volledig inzetbaar te zijn voor haar vaart tussen Brazilië en Rotterdam. Overigens moet de Vale Rio de Janeiro, voordat ze kan vertrekken, 232.000 ton ballastwater laden. Want anders komen het roer en schroef boven de waterspiegel uit en wordt het schip onbestuurbaar. Naar school gaan, saai? Zeker niet voor kinderen van de basisschool De Kleine Kapitein in Berkel en Roderijs. Vandaag opende daar een winkel met biologische producten, helemaal gerund door de kinderen zelf. Van groep 1 tot en met groep 8, iedereen helpt mee. En daar komt meer bij kijken dan je denkt. We stuurden 2 verslaggevers op pad om een kijkje te nemen. Kom maar binnen bij de leerwinkel. Als mensen binnenkomen, dan zeg ik goedendag, kom maar bij de leerwinkel, dingen kopen. Nou, we gaan aan mensen het thee laten proeven om te kijken of ze het lekker vinden. En als ze het lekker vinden, kunnen ze in onze winkel gaan kopen. Het zijn allemaal, dit is een theezakje en dit is een theezakje, maar dit is los. Ja, dat is los. Heb je zo'n eigen nodig? Ik heb de witte thee geproefd en die was erg lekker. We hebben hier bijvoorbeeld kaas en... Je hebt zelf gebakken brood en we hebben koekjes.
doosjes en al dat soort dingen. Nootjes. Winkeltjes is onder andere belangrijk omdat ze, nou, je leert rekenen, je leert met geld omgaan in een echte context. Dat is het ook. Nou, moet je even tellen met mij. Ja, dan tel je nu 2,15 is het. Ja. Ik vind het heel leuk dat ze op school de gelegenheid krijgen om op deze manier dingetjes in de praktijk te brengen. Ja. Daarnaast leren ze iets over producten. Wat zijn gezonde producten? Ze hebben onder andere zijn ze ook naar een biologische boer geweest. Dankjewel. Ik vind die appelsap eigenlijk wel lekker. Ik ben niet zo van de thema. Dus het scheelt niet veel met elkaar qua kleur. Qua kleur. Dan hebben we 2120. Nee, 27,20. Dat hoor ik al. Nee, ik had het net. Volgens mij hebben we een oplossing hoor. Kijk eens. Is dat niet veel makkelijker? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sportnieuws komt van Dennis van Eersel op de redactie. Dennis, Feyenoord is momenteel op trainingskamp in Spanje. Is daar nieuws uitgekomen? Nou, vandaag een dubbele training bij Feyenoord. 'S morgens werd er gewerkt aan de conditie. Onder leiding van assistent-trainer Jean-Paul van Gastel. 'S middags een reguliere training. Feyenoord werkt toe. Naar komende zaterdag dan staat er een oefenwedstrijd tegen FC Basel op het programma. Die is 'S middags vanaf 4 uur te horen op Radio Rijnmond. En 's avonds vanaf 8:30 te zien in samenvatting op TV Rijnmond. Feyenoord is dus in Spanje. De Nederlandse scheidsrechters zaten in Turkije. Ja, verregenden daar een beetje. Inmiddels zijn ze weer terug in Nederland. Net als de selectie van Excelsior. Ook zij zaten in de buurt van het Turkse Belek. Daar ziet u komende vrijdag in de eerste FC Rijnmond van het nieuwe jaar een uitgebreide reportage van. Nu alvast een voorproefje van de Nederlandse scheidsrechters in Turkije. De Nederlandse scheidsrechters hadden de afgelopen dagen hun tenten opgeslagen in Turkije. Ook de afgelopen eerste seizoenshelft was er in de Eredivisie weer veel te doen over scheidsrechtelijke dwalingen. Maar voor de Dordtse Danny Makkely waren er vaak wel lovende kritieken. Hij maakte dan ook promotie en mag in de Europa League gaan fluiten. Dat betekent concreet dat ik nu meer in aanmerking kom voor onder 21 wedstrijden. Ik heb het afgelopen jaar dan onder 17 gefloten en onder 19. En een enkele wedstrijd onder 21. Daarnaast floot ik afgelopen jaar voor onder Europa League. Dat zal ook dit jaar zijn. En eventueel als ik goed presteer, kom ik wellicht ook in aanmerking voor een poolfase Europa League. Dat zou een mooie stap weer verder omhoog zijn. Het scheidsrechterskorps was in Turkije om de puntjes op de i te zetten. Zo zal de arbitrage scherper gaan letten op de kleine vergrijpen na een overtreding. Dat er in een aantal situaties begint misschien een beetje een trend te worden dat spelers op een andere speler gaan staan. In het voorbijgaan of na afloop van een actie net even dat voetje laten staan. Dus dat is ons opgevallen de eerste seizoen zelf. En daar wordt er wat extra aandacht aan besteed. Vrijdag zenden we een reportage uit van Excelsior, dat ook op trainingskamp in Turkije was. En daarin ook de beelden van het debuut van Diego Bizeswar voor zijn nieuwe Turkse club Kayserispor. Tot zover de sport voor nu. Straks na het nieuws en het weer zijn we er weer met onze dagelijkse uitzending Rijnmond Suurplas. Veel aandacht voor de Zesdaagse van Rotterdam. Oké, dankjewel Dennis van Eersel. Wat dragen mannen zoal in hun zakken? Voor fotograaf Sjors Maas een interessante vraag, want de inhoud van de broekzak verraadt veel over de man in kwestie. Maas benaderde honderden mannen, bekend en onbekend, met de vraag of zij hun zakken wilden leegmaken. Het resultaat is een fototentoonstelling die vanaf vandaag te zien is in de Centrale Bibliotheek van Rotterdam. Matthijs van Nieuwkerk, Chris Segers, Gordon, Jules Deelder. Een paar voorbeelden van BN'ers die hun zakken leegden voor fotograaf George Maas. Het project duurde jaren en kwam tot stand tijdens Maas' dagelijkse werkzaamheden als nieuwsfotograaf. Nou, ik denk dat het zo wel goed is. Oh god, hier ook nog wat. Ik was al lang met het idee bezig om aan mensen te vragen of ze mee wilden doen. En op een gegeven moment ben ik dat bij bekendere mensen gaan doen. En toen kwam ik erachter, ja, die vinden het ook interessant om mee te doen. Dit is het beroemde penisvisje van Redmond O'Hanlon. Mensen die hem kennen, dat is een visje dat tegen je pisstraal opzwemt en zich dan met weerhaken vastzet in je penis, zeg maar. In het Amazonegebied. Dit is gewoon puur toeval dat hij die bij zich had, want ik ben een fan van hem. Dus ik ging een keer naar een lezing van hem. Ik heb altijd mijn camera bij me. En ik denk van, nou, ik vraag het tussen een lezing en een signeersessie in wat hij bij zich heeft. En toen zei hij van, oh nee, ik heb bijna niks bij me, alles zit in mijn tas. Het enige wat ik bij me heb, is dit.
Maar waarom fotografeerde Maas eigenlijk alleen mannen en geen vrouwen? Ik heb op een gegeven moment gedacht, nee, de man is aan de beurt, weet je wel. De man is volgens mij de laatste 100 jaar emotioneel verwaarloosd. Die wil overleven wat laten zien. Ik bedoel, waarom doen ze allemaal zo gretig mee? Wij willen wel eens zien hoe dat in de praktijk eraan toe gaat. Dus gaan we mee naar de wielerzesdaagse in Ahoy. Op zoek naar BN'ers die hun zakken willen legen. Meestal loop ik rond en dan kijk ik gewoon iemand die naar mij kijkt. Je moet een soort uitwisseling hebben. En dan denk ik van of iemand die er apart uitziet, anders dan anders. En dan denk ik van nou, dat ga ik eens proberen of zo. Ja, fietsers hebben vaak niks in hun zakken. En kijk, wie hebben we daar? Ja, ik zie daar volgens mij Regilio Tuur met een hele mooie vrouw. En hij ziet er schitterend uit, mooi pakje aan. Daar moet volgens mij niet veel in zitten, maar wat erin zit is wel belangrijk. Ik ben bezig met een fotoproject. Alright. Misschien wil je meedoen. Kan je aan één zak trekken, zo? Perfect, perfect, perfect. Nou, geweldig. Hij heeft een heel mooi horloge. Zakhorloges, dat zie je bijna nooit meer. In het laatste stadium ga ik hem interviewen en dan vertelt hij wat meer over het spullen. Maar hij zag er geweldig uit. Ik vond het wel grappig. Ik vind het is echt van een idee. Weet je, empty your pocket. Ik vind aparte dingen altijd wel leuk. Het is een apart idee. Het is nooit gebeurd. Nou, hartstikke bedankt, leuk. En je hebt een mooie vriendin, hè? Ik ben toch een mooie jongen, of niet? Hey Reggie, kan ik jou eens vragen? Ik ben bezig met een fotoproject. Regilio heeft ook al meegedaan. Ook. Dames en heren, hij rookt. En nu op zoek naar wat regionale beroemdheden. Hallo. Hey, is dat niet die zanger? Zanger Rinus? Nou, dat ging makkelijk. Mooie mannen die niets te verbergen hebben, laten zich kennelijk graag fotograferen. Waarom heb je die eigenlijk los in je zak? Dat is makkelijk. Maar worden ze niet vies? En vergeet je niet eens erin laten zitten en dan worden ze meegewassen? Ja, heel vaak. Oké, dat bedoel ik. Alleen de Blackberry, ja, de rest zit natuurlijk in zijn jas die hij ergens opgehangen heeft. Maar dan heeft hij zijn geld opgeborgen. Dan heeft hij zijn sleutels opgeborgen. Dat is extern, dus dat kan verdwijnen, weet je wel. Maar dan heeft hij wel... Kauwgom is heel belangrijk voor hem. En wie weet is deze foto op de volgende tentoonstelling van George Maas te zien. Of in het boekje Empty Your Pocket. Want de leukste gevallen heeft hij geïnterviewd en op papier vastgelegd. En dat boekje Empty Your Pocket met foto's en interviews ligt vanaf vandaag in de boekhandel. De tentoonstelling is tot eind januari te zien in de Centrale Bibliotheek van Rotterdam dus. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws. Straks na het uitgebreide weerbericht gaan we terug naar Ahoy naar de zesde dag van de wielerzesdaagse. Ja, er wordt wat afgefotografeerd daar. U ziet het allemaal straks in Rijnmond Surplus. Meer nieuws op rijnmond.nl. Kunt u nog een heel prettige dag verder.